het ultimatum gesteld door het bestuur van de bond van personeel bij de SLM, BP-SLM, is vandaag verlopen. De bond hoefde echter niet in actie te gaan omdat partijen een akkoord hebben bereikt. In een zeer summere verklaring hebben directie en bond van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij aangegeven dat partijen in een gezamenlijk overleg de bestaande knelpunten hebben besproken. Volgens het perscommuniqué is er voldoende basis gevonden om in wederzijds vertrouwen en in het belang van de SLM de samenwerking voort te zetten. In de verklaring wordt niet aangegeven wat de knelpunten zijn. De bond had namelijk als eis gesteld dat de brief van ontruiming ingetrokken moest worden en dat de cao-onderhandeling voortgezet moest worden. Het is dus niet duidelijk of aan deze eisen invulling wordt gegeven. Een poging van onze nieuwsdienst om de directie te spreken is niet gelukt. Ons is meegedeeld dat zij niet in de pers wil.